Het laatste all-round toernooi van Hein Vergeer. Of misschien toch nog een WK? Zoals het nu staat niet. Was dit in principe mijn laatste 10 kilometer. Dan moet je vreemde dingen hebben gedacht onderweg. Ik heb een rondje 4-5 met een verschrikkelijke smile om mijn hoofd rondgelopen gereden. Want ik dacht dat het de grimas was van de pijn. Nee, het was in het begin. En ja, het publiek was zo verschrikkelijk fantastisch. En ja, ik kon niet anders dan met een smile op mijn gezicht rijden. Het cliché in de sportjournalistiek is, wat ging er door je heen? Nou. Nee, het ging gewoon lekker. Halverwege had ik het een beetje moeilijk. En dan kwam ik eigenlijk weer doorheen. En toen ging het steeds makkelijker rijden aan het eind. Nou, dat deed me ontzettend veel deugd. Ja, maar dat je nu een carrière afsluit, een periode afsluit, want dat heb je nu gedaan, hè? Ja, nou ja, je moet altijd weer vooruitkijken. En daar ben ik mee bezig. En wat geweest is, is geweest. En ik heb er ontzettend mooie tijden gehad. Maar het seizoen is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Maar wat betreft het allround schaatsen wel? Zoals nu staat wel, ja. Is er nog een kleine kans voor een WK en waaraan zou dat liggen? Nou, ik weet nog niet waaraan het moet liggen. Maar die kans is er natuurlijk altijd. Iedereen kan op zijn beslissingen terugkomen. Maar zoals ik nu op een rijtje heb liggen, is de kans denk ik vrij klein. En dan duimen nu nog voor morgenavond, Calgary of niet? Of ben je er al klaar mee? Ja, nogmaals, het is aan het NOC. En ik kan alleen maar hopen dat ze mij erheen sturen. Dit weekend telt in principe niet mee. Dat is van tevoren duidelijk gezegd. Henk heeft het ook een paar keer gezegd. En dat wist ik ook. Maar ja, als je er niet aan de start staat, dan wil je toch wel goed rijden. En ik denk dat alle kleine beetjes mee helpen. Dus in dit opzicht zal het misschien ook wel best wel een beetje meegeholpen hebben. En wat de werkelijke beslissing is, dan moeten we dan wachten tot morgenavond. Maar ik heb er wel vertrouwen. Dat was Hein Vergeer, de man die gedag zei als het gaat om de grote allround toernooien. Schaatsen zijn natuurlijk belangrijk. Zij bepalen het gezicht van zo'n toernooi. Zij bepalen of er spanning is, of er leuke dingen gebeuren of niet.